In 4 jaar tijd is het aantal boerderijwinkels verdubbeld, aldus onderzoek van het CBS. Theo en Ine runnen al 25 jaar zo'n winkel. Ja, het leek ons gewoon leuk om dat te gaan doen. Daar zagen wij brood in, om het zo maar te zeggen. En ook leuk om aan mensen te ontvangen op onze boerderij. En wat past er dan goed bij een boerderij met koeien? Nou, kaas maken, zuivel maken en dan verkopen. Tijdens de coronaperiode nam het bezoek aan de winkel flink toe. Ook omdat deze naast het bekende wandelgebied over Rasseltse en Hatertse Venne ligt. Een wandeling in het bos en een bezoekje aan de kaasboerderij, dat was als een soort uitstapje, werd dat gezien. Dat heeft echt voor een piek in het aantal klanten gezorgd. Het is nu wel weer een beetje als normaal, maar ja, een aantal mensen zijn toch wel blijven hangen, denk ik. Maar goed, er vallen altijd mensen af en je moet toch altijd weer zorgen dat je aan de weg timmert en nieuwe klanten aan je bindt. Dus ik denk wel dat er een aantal zijn gebleven. De reden om producten zelf te verkopen is niet per se omdat ze een hekel hebben aan supermarkten. De reden was dat we het gewoon in eigen hand willen houden. En ja, dat is toch een bepaald verdienmodel, hè, om het zelf te doen en zelf te verkopen. En de meerwaarde voor de klant is natuurlijk dat het product op dit... Ja, de melk wordt hier geproduceerd, verwerkt en verkocht. En dat vinden klanten belangrijk die hier in de winkel komen. Ja, ze weten waar het vandaan komt. Hè. Het is niet allemaal heel lang onderweg geweest. Het komt gewoon van deze boerderij, van deze koeien. Klanten kunnen kakelverse producten kopen. Bij wijze van spreken is 's morgens de koe gemolken en een halve dag later zit die melk in de fles. En daardoor is het natuurlijk ook lang houdbaar. Als melk naar de fabriek gaat, dan is die al een paar dagen onderweg voordat die in de winkel staat. Het echtpaar verwacht nog zeker 10 jaar verder te kunnen.